Babangida. Tijani Babangida. Goeie man, Bobby. We zouden hem wel erg missen. Tijani Babangida kwam in de zomer van 1996 naar Ajax. De goedlachse opvolger van Vinny Di George groeide met zijn spel al snel uit tot een echte publiekslieveling. Babangida. En die gaat erin. Tijani Babangida. Verdedigingsfout, maar goed afgestraft. Babangida, die sinds enkele jaren weer in zijn geboorteland Nigeria woont, keerde onlangs voor even terug bij de club waar hij ruim 20 jaar geleden furoren maakte. Ja, Ajax. Welkom to Ajax. Een mooie wedstrijd, deze herinnering. Dat is 98. Finale tegen PSV. Zeker weten. Die hebben we met 4-0 gewonnen. 5, ja, denk ik 5. En heb ik de eerste wedstrijd gescoord. Zo'n mooie doelpunt heb ik gemaakt in die wedstrijd. En dan na die wedstrijd hebben we een feestje, een grote feestje. Dansen met de spelers, met de Sonde Olysee hebben we hele gekke gedanst. En Braziliaanse dans en Afrikaan elkaar. En je kan zien Shotara Valatse, Mario Melchiot, Edwin Salaf en Lidman, iedereen dans. Dat is goed herinnering, dat is goed. Ja. Dit is mooi. Hey, ik ben weer thuis. Amsterdam. Het is lang geleden dat ik in de arena ben, maar ik voel me zo thuis hier. 20 jaar na zijn hoogtijdagen als speler is Baba onlangs begonnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn voetballoopbaan. We hebben lang niks van je gehoord. Hoe is het met je? Met mij goed. Kijk eens, ben je altijd blij als je hier bent bij Ajax. Amsterdam. Een mooie club. Een mooie mensen. Met mij gaat goed. Dank je. Wow, dit is mooi. Dit is mooi. Wat een mooi stadion. Ajax Amsterdam. Dit is mooi, echt mooi. Jongen, jongen. We hebben lekker op de bank, hè? Hey, maar voor een wedstrijd is niet goed om op de bank te zijn, hè? Maar na de wedstrijd kan je wel even lekker rusten op de bank. Die is mooi. Als coach? Hey, als coach ken, maar niet als voetballer. Dus ik zit gewoon hier lekker echt. Lekker warm hier. En je kan de wedstrijd gewoon goed kijken hier. En Babangida scoort. Verkeerd opstellen. Verkeerd terugkoppen. Bedankt, zegt Babangida. Dan maak ik hem maar. Voor mooi was dat. Kijk eens, bam. En deze Atletico de Madrid. Deze kwartfinale Champions League. Zelfs Dani verdedigt mee. 2-2. Babangida. Kijk eens nou. Kijk nou. Ojojojojo. Boter. Babangida. Babangida. Ja, 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 ja! Van Gaal was zo blij. Was ook blij, kijk Van Gaal. De ontlading zo blij voor is gigantisch. Iedereen Tijani Babangida. Iedereen in de armen van zijn trainer. En dan knuffeltjes en alles. Tijani Babangida in de armen van zijn trainer.
We hebben lang niks van je gehoord. Wat doe je tegenwoordig? Ja, op dit moment heb ik election gewonnen. Verkiezingen gewonnen. Sorry, mijn Nederlands is niet goed. Verkiezingen gewonnen voor de Spelers Union, President Spelers Union in Nigeria. Dat is een hele grote ding, een big task. Dus het is wel mooi. Ik zit nu bij de voetbalbond. Dus jij bent de president van de Spelersvakbond van Nigeria? Ja, al de spelers die spelen nu, die actief waren en die ex-spelers, iedereen, al de problemen van hun, die ligt bij mijn kantoor op dit moment in Nigeria. En doe je dat helemaal alleen of heb je een goed team om je heen? Ik heb wel een goed team. Ik neem iedereen. Ik neem Canoe. Lipmanen. Canoe is voor het doel. En dat is hem. Nwanko Canoe. Ja, ik neem Kocha. Ik neem Victor Amokachi. Finidi George. Alles moet ik een committee hebben om deze spelers daar te zetten. Dus hij moet mij ook even helpen. Dus moeten wij samen de jonge spelers helpen. Dus Baba, Kanu, Infinity George, yeah. Amokachi, yeah. Dat is een dreamteam. Ja, Okocha en Taribo West. Al die grote jongens. Dus ik probeer al die grote jongens naar de association te brengen. Als speler was je snel en technisch. Hoe ben jij als bestuurder? Ook zo? Moet ik sneller, ja. Ja, maar die is andere, weet je. Jullie moeten ook heel veel geld hebben. Dus, weet je moet ook geld hebben om dit te doen. Dus je moet ook sponsoren hebben. De Fibro moet je hebben, de FIFA moet je hebben. Allemaal. Dus het is niet als de Baba de González room. Hey Bob. Hey jongen, alles goed? Prima. Ja, ja, goed. Heb ik natuurlijk eerst heel nare herinneringen natuurlijk, hè. 55 Den Haag. Ja. Toen was je nou, 17, hè Bob? Ja, dat is 91 was dat? 92. Toen moesten wij Den Haag moesten we winnen om erin te blijven. Verloren we. We zijn aal. Ik stond tegen de middenlijn, ik moest hem dekken. Dus toen we omdraaiden was het rust. Dus we stonden, hij was zo snel, zijn schoenen stonden op de middenlijn en zelf liep hij daar. Dus we degradeerden we. En toen heb ik enkel een fantastisch. In 97 was fantastisch. Met Morten Olsen, rechtsbuiten. Echt fantastisch. Ik heb nog een wedstrijd in Heerenveen uit pap. Oeh, die wedstrijd. Was heel moeilijk. Echt heel moeilijk. En 0-1. Snelheid, zijkant, streep. Echt geweldig. Ja, iemand had mij die video van die wedstrijd. Heb je jou? Ja. Komt ie. Bovenop. Lietmanen. En Babangida. En Babangida scoort. Ongenadig zoals hij dat dit seizoen blijkt te kunnen. Weet je nog? Ja, dat was de wedstrijd. 0-0. Stonden 0-0. En dat was, ik denk, 10 minuten voor tijd. We waren echt. Die wedstrijd is één wedstrijd van dat seizoen. Ja. Een echt sterke wedstrijd. Ja, ze hadden naar voren de Baba, Schotte en Michael. Nou, net je Ronald, Frank, Danny. Dus dat was echt Edwin natuurlijk. En Edwin afkort tegen. Dus Edwin nog bijna topscorer. Graafschap uit penalty. Edwin eindelijk scoort. Ja, eindelijk scoort hij. Dat is echt een fantastische tijd. Koud man, zo jongen, echt koud, kijk man. Wow, dit is mooi, die plek. Het is warm, geen... No cold. Kijk eens nou. Ach, VIP. Kijk eens nou, dit is mooi. Nu moet ik hier één keer komen bij strijd kijken, echt. Als ik nu niet speel, dan moet ik hier zijn. Shaki. Ja, toppie van Nederland Ajax. Echt een toppie speler die. Shaki.
Babangida maakte niet alleen furoren op het veld, ook buiten de lijnen was hij soms in topvorm. Zoals in een commercial van toenmalig hoofdsponsor ABN AMRO. Babangida, wat mij betreft is nu alles in orde en kan je hier het contract tekenen. Mag ik even mijn financial adviseur bellen? Een momentje. Maar hoe zit het dan met de wereld? Ook als ze nu scoren? Aha, nu heb ik niet nodig. Ja, maar zij zeggen hier in paragraaf 12 bruto wil uit te betalen. Aha, ik doe aantrekkelijker. Mijn adviseur is bij een hele blij, maar een paar kleine dingetjes. En wie mag dat dan wel niet zijn, die financiële adviseur van jou? Ja, dezelfde als van u. Goeie zaken, hè? Hoe gingen de onderhandelingen in het echt met Arjen van Os? Ook zo in de echt? In echt is niet makkelijk. Alles wat het gaat over geld is niet makkelijk. Babangida, wat mij betreft is nu alles in orde. En kan je hier het contract tekenen? Mag ik even mijn financieel adviseur bellen? Mag ik even mijn financieel adviseur bellen? Alsjeblieft. Nou, kan ik jou naar hoger zo, kijk eens. Een beetje hoger, weet je. Je bent een stukje zwaarder geworden. Ja, nee. Denk jij? 2 kilo. Ik wil een hele voetballen nog, man. Ja, wat eet je allemaal? Dat is goed. Ja, prima, weet je. Ja? Hoor je dat ik een president word, hè? Ja. Van de Football Union. Oké. Players Union. Okay. President plays in Nigeria. Okay. Dus we hebben een election last 2 weeks. Yeah. And I'm now the president. Next time you're always welcome. You know that. We had some good times in Amsterdam. Yes, zeker. Huh? Zeker. But, always. Het is niet, my good friend. Het is niet koud, hè? Kijk man. Niet koud. Ja, maar heb je nog haar of? I'm still. No, nice to meet you, Edwin. Okay. Nice to come to Ajax and it was very nice. Good to see you. Good luck with the job. Thank you. Hey, here. Kijk eens. Okay. That is club van 100 wedstrijden of meer. Dus Baba heeft meer dan 100 wedstrijden voor Ajax gespeeld. Dat is topie. Babangida. Met een mooie combinatie met Ronald de Boer. Mogelijkheid voor Ajax om de score te openen. Babangida zelf en wat een goal. Wat is hij doelgerichter geworden, de jonge Nigeriaan, dit seizoen. Maar als die dat ik kende. Er zijn heel veel hier, heel boel. Mooi, hè? Nee! Hoe is het, jongen? Goed, niet jou, lang geleden. Hè? Lang geleden. Heel lang geleden. Ja, ik weet niet meer wanneer. Ik heb je nog wel eens gezien daarna, maar... Ja. Je eet toch weer lekker, hè? Tijd loopt snel, dus alles, kijk maar. Hang je er ook bij, of niet? Nee, hè? Ja, wel. 100 wedstrijden? Ja. Echt waar? Ja, kijk maar. Ja. Kijk, als jij voor Ajax tot 100 speelde, dan je zou goed zijn. Dan heb je wel iets. Maar hoe goed ben je dan als ik je weet niet, ik bijna kan... 500 gespeeld hebt? Ja, maar je zit in andere klasse. Maar kijk, je zit in andere klasse. Maar als je 100 speelt bij Ajax, als je niet goed bent, dan na 3 wedstrijden speel je niet meer. Dan ga je eraf. Hey, ben je Bobo geworden? President geworden, hè? Ja, dat hoor ik, ja. Ja, dus... Van de spelers? Spelersbond. Ja. Spelersunie. Mooi. Je ziet er echt bestuurder. Ja. Ja, ik ben ook Bobo. Je hebt twee Bobo's. Hè. Ja. En ook Blind gaat maar schieten. Zo! Ik zie Deli, grote jongen nou, hè? Ja, grote jongen. Hij doet het goed. Weet je ook bij... Toen Deli bij onze kleedkamer komt, ja. Ik zei hij, ik wil alleen maar de shit van Babangida. Dan kom daar niet tegen mij. Hij zegt,
hoe komt dat al die mooie spelers hier, je wil alleen maar Babangida zijn. Weet je nog? Nee, hè? Hey, namens Ajax mag ik je een cadeau aanbieden, een aanmoediging om in je nieuwe carrière als Bobo, als ja, bestuurder, ja, dat je daar ook succesvol in bent. Alsjeblieft. Dank je. Oké, okay, man. Dank je. Echt dank je. Okay. Ja, verrassend. Danny Blind altijd ook. Goeie gozer, weet je. Goeie man. Met hey. Ajax. Kijk eens nou. Kijk. Yes. Voor de winter ook. Ja. Man komt from Africa. Kijk eens. Boos of Ajax, hij brengt dit. Mooi. Ah. Dit is mooi. Kijk eens. Dit is de Ajax. Wow. Ja, hey. Was leuk bij Ajax te zijn. Alle oude bekenden gezien, vriendjes gezien. We hebben ook een Danny Blind gezien, cadeautje van Ajax. Hey, kijk eens. Ook die gekregen. Altijd, als je Ajax speelt, dan ben je altijd aan Ajax-hieden. Dus, ik ga de club missen. Maar hey, het gaat je goed, man. Hey, dank je wel. Alle succes, hè. Oké, okay, man. Dank je wel. Allerbeste. We zien elkaar weer, hè. Ja, zeker. Doei.